Het tweede bedrijf waar we best wel veel humor hebben gebruikt is Roetmobiel. En ik zei net even aan het begin dat je ook geluk kunt hebben dat jouw tegenspeler iets doet, waardoor eigenlijk je humor vanzelf ontstaat, of in ieder geval dat je ontzettend helpt. En het kan een beetje zitten in de zesde regel, hè, dus je moet jezelf niet te serieus nemen. En het aardige was, die was bijvoorbeeld bij Roetmobiel waar we ze gestart 's ochtends. Om 7 uur stond de Telegraaf, Roetmobiel komt concurrent van de wegen, wat hartstikke mooi. En 's avonds was dus de directeur van de ANWB op de tv. En tv betekent NOS-journaal, betekent 3 miljoen kijkers, hoger opgeleid, hebben zeker een auto, midden in de doelgroep. Hartstikke mooi. Dus die directeur van de ANWB werd gevraagd, nou, wat vindt u er allemaal van het Roetmobiel? Ja, dat is allemaal niks. Het zijn snelle jongens en dat is allemaal heel goedkoop. Dus ja, die mensen zitten lekker met een biertje in de hand en een zak chips. Denken, hé, wacht eens even, goedkoop, dat is iets voor mij. Dus dan is het onwijs fijn dat iemand anders je gewoon zomaar in het zadel helpt. En dat betekent ook meteen dat we natuurlijk een beetje de underdog waren. En nou, dan heb je het tweede. En dat is heel geestig als je een goed reclamebureau hebt. Ik heb even een plaatje meegenomen, als die even op het scherm kan komen, van een van onze reclames. Dit was dan de openingsreclame. Dus je moet ook een beetje een goed reclamebureau hebben dat ook een beetje de humor voelt. En waarom ik deze meegenomen is, als je naar een reclamebureau toe gaat en je hebt een nieuwe campagne die je wil maken, dan komen die altijd met die kartonnen terug. Misschien hebben we wel eens meegemaakt en hebben ze allemaal hartstikke leuk idee. Nou, superleuke meeting zijn het altijd, want die kerels zijn waanzinnig creatief. Komen dan terug in die meeting met hun ideeën, presenteren, iedereen een hartstikke leuke middag, maar de dag later bel je ze op van ja, ik vond het wel leuk, maar doe het toch maar niet. Want dan heb je natuurlijk zelf al heel veel klanten, die wil je dan niet voor de schenen schoppen. Of je wil je baas niet boos maken. Of je denkt van ja, ik vind het een beetje net over het randje. Dus vaak komt dan het reclamebureau weer terug. Na 3 weken hebben ze nog een keer over nagedacht, hebben ze iets anders gemaakt wat super flauw is. Eigenlijk het effect weg. Doodzonde. Wat bleek bij ons, bij marktonderzoek dat we deden voordat we Roetmobiel starten, dat de helft van Nederland sowieso totale ANWB-lovers zijn. He, dus die vinden de ANWB gewoon fantastisch. He. Het is al zo dat we altijd eerst van de ANWB lid worden voordat we ons kind inschrijven bij de burgerlijke stand. Dus, maar hoe dan ook. Dus die helft van die klanten in Nederland bleek, automobilisten, bleek gewoon altijd ANWB-lovers te zijn. De andere helft stond ervoor open om eens een keer naar een andere aanbieder te kijken. Dus toen we dat eenmaal door hadden in dat onderzoek, voordat we gestart waren, zeiden we van ja, die reclames moeten wel een beetje scherp zijn. Want, wat is namelijk het geval? Als je humor gebruikt die scherp is, en sommige mensen zeggen dan agressief, ik zeg gewoon meer, ja, een beetje creatief scherp. Als je humor gebruikt en je gaat hem afzwakken omdat een deel van de bevolking of een deel van je potentiële klanten, die eigenlijk geen potentiële klant zijn, een deel van die bevolking denkt, ik word er boos van, ja, dan krijg je iets heel sufs. Ja, dan ga je dus humor gebruiken die voor iedereen leuk is. Ja, dat gaat gewoon toch niet echt werken. Je moet toch wel een beetje mikken. Dus wij mikten duidelijk op die mensen die eigenlijk een beetje tegen de ANWB waren, in die zin dat ze een beetje iets tegen monopolisten hadden. He, dus dat betekent dat al onze reclames voor de helft van de Nederlandse bevolking totale woede betekenden. En ik heb ook voor zalen gestaan zoals deze, helemaal aan het begin. En dan zag je echt de helft gewoon heel boos kijken. En dat was zich wel geestig altijd. Maar om aan te geven, dit soort reclames kun je wel doen, maar je moet wel goed weten op wie je ze mikt. En ik heb er nog eentje meegenomen. Even op deze erg geestig. Vonden zij het lachen? Nee. Gingen allemaal rechtszaken starten. Dat wordt nog steeds, wordt er steeds leuker van natuurlijk. Dus op een gegeven moment ga je een beetje daar handigheid in krijgen. We zijn op een gegeven moment begonnen ook met de ANWB opzegdagen. Vonden wij ook super lachen. Maar is een van de dingen die het allerbest heeft gewerkt. En daar word je natuurlijk voor het gerecht gedaagd. Moet je naar de reclamecodecommissie, ken je wel. Dat is een soort serieus orgaan. En dan moet je dus uitleggen waarom. En dan zegt dus die codecommissie, zegt, ja nee, luister, ANWB, dat kennen we, want dat gebruikt iedereen dat woord. En opzegdagen, dat heeft de Bijenkorf ook zoiets, iets met dagen, dus dat mag. Dus dan konden we weer lekker door. Maar uiteindelijk hebben we wel gedaan, en dat is het leuke van humor, maar ook het gevaarlijke van humor, is dat we op een gegeven moment ook wel eens ongelooflijk moesten lachen om iets wat het reclamebureau mee kwam. Maar dat we toch zeiden, nou, we gaan toch even testen. En wat deden we dan? Dan gingen we vrijdagmiddag, stuurden we het in online marktonderzoek. En dan stuurde het naar 600, 500 consumenten toe. Maandagochtend hebben dan 400 mensen die enquête ingevuld. Dan lieten we gewoon reclames zien en kijken of ze het leuk vonden. Het aardige was dat als je dat dus zag, kon je dus heel goed zien of het nou wel leuk was of dat wij het alleen leuk vonden.